In Beegde werden zondagavond door voorbijgangers een grote brand ontdekt. Even liggen erop dat een bedrijvencentrum aan het Beegderveld volledig in lichterlaaien sting. Dat bleek echter niet het geval. Het vuur was op twee verschillende plaatsen uitgebroken aan de achterkant van de hal. Alles wies erop dat het vuur is aangestoken. De brandweer kost voorkomen dat het vuur volledig oversloog en dat het bedrijfspand in de as werden gelag. Een schuurke achter het pand en een aanhanger zijn wel volledig verloren gegaan in de vlammenzee. Vlakbij het schuurke stingen een groot aantal gaasflessen en de brandweer kost voorkomen dat die in de vlammenzee terechtkwamen. Verder was de brandweer bang dat het vuur zou doorslaan naar het bedrijfspand, maar dat kon uiteindelijk voorkomen worden. De hoogwerker van de brandweer Roermond liet een stortvloed van water over het bedrijfspand herkomen en daarna was het gevaar geweken. We staan hier op de Beegderveldweg in Beegde bij het dakdrekkersbedrijf. Er is vanavond een melding binnengekomen van een brand. Flinke rookontwikkeling. Daarop heeft de brandweer vrij vlot opgeschaald naar grote brand in verband met en de rookontwikkeling. De grote loods van 1000 vierkante meter en het buitengebied. Bij het ter plaatse komen van de eerste eenheden betroffen twee buitenbranden. Dus niet in de loods, maar buiten. Waarvan één brand tegen de loods aan zat. En die zijn vrij snel geblust en men is nu in de loods bezig om te kijken of er een doorslag is. Het is zeker opmerkelijk dat op twee plaatsen tegelijk brand uitbreekt. Ja, dat klopt. Dat is niet de normale gang van zaken. Dus het heeft ook alle schijn van brandstichting, maar dat zal verder de politie moeten uitzoeken. Brandweer is nu bezig met het ventileren van het pand. Dus men heeft alles opengezet om de rook eruit te krijgen. En men is nu aan het kijken of er een doorslag is in het dak van de brand van buiten naar binnen. Het leek in eerste instantie dus dat het de brand in het pand bevond, hè? Maar dat was dus niet zo. Nee, de melding is zo binnengekomen door omstanders, maar dat was inderdaad niet zo. Ja. Wat heeft er in brand gestaan achter het pand, weet u dat? Zover ik weet heeft daar een loods, een kleine schop heeft daar gebrand met de gasflessen. En buiten heeft een trailer gebrand, maar daar zat niks in. Een aanhanger eigenlijk? Ja, een aanhanger, ja. Is de inzet van de brandweer, is die groot geweest? Ja, maar dat is groot. Drie blusvoertuigen zijn ter plaatse. De hoogwerker van Roermond en een waterwagen in verband met de waterwinning.